Leuk jullie kijken naar een nieuwe video en in deze video ga ik mijn oma verrassen in Spanje. Rond de wintermaanden woont mijn oma altijd in Spanje, in de buurt van Marbella, en ik ga haar daar verrassen. Mijn ouders die zijn er al en mijn oma wist dat mijn ouders kwamen, maar mijn oma weet niet dat ik er later achteraan kan vliegen. Dus ik ga nu richting Spanje en ik ben benieuwd hoe mijn oma gaat reageren. Let's go! Oké, jongens, mijn koffer is ingepakt en als het goed is, heb ik alles. Dus ik ga hem dicht doen en dan gaan we richting Rotterdam. Hoe denk je dat oma gaat reageren? Ja, die wordt heel blij hoor. Ja, ik weet zeker, oma die wordt helemaal gek. Ik weet zeker, haar reactie weet nu al. Ah! Hey, wat een nummer zeg. Nee, maar ik weet zeker, oma is zo iemand die dan zo gaat reageren. Zo van, wat leuk. Ja, die vindt het helemaal tof. Oh, jongens, we staan nu al bijna een half uur hier vast. Want blijkbaar is er een technische storing en er is daar een brug. Dus ik hoop niet dat de brug kapot is. Want het zou betekenen dat ik mijn vlucht ga missen. Ja. Oh, man. Zeker, hè? Hoe kan de brug nou kapot zijn? Het staat helemaal vast. Dit is het beste wat kon gebeuren. Hey, dit is ideaal. Er gebeurt wel iets, jongens. Ik weet niet wat. Er is iets. Er is wel ruimte ontstaan ergens. Ja, er is ergens dus iemand doorgereden of wat dan ook. Want hier, allebei de kanten gaan nu rijden. Oh, jongens, ik hoop zo dat die brug gewoon niet open is. En dan ga ik het gewoon nog halen. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er nou aan de hand is. Maar dit is niet leuk. Het draait dus niet echt, nog steeds niet echt door. Potjandoren, jongens. Wat een gezeik. Ik heb dus nu een nieuwe vlucht geboekt voor vanavond om 20:15 in Amsterdam. Dus dat is wel heel dichtbij. Maar ik ga, denk ik, straks hier gewoon eraf. Ik moet even kijken of dat een optie is. Maar ik denk dat het wel de beste optie is dat ik gewoon hier eraf ga. En dan kan ik vanaf hier naar huis lopen. En dan red ik het zeg maar wel. Daar ga je. Dit is zo raar dit, hè. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, jongens. Nou, voor alles moet het de eerste keer zijn, maar het is niet leuk. Oké, jongens, ik ben nu thuis, maar Ruben staat nog steeds in de file. Ja, echt niet leuk, hoor. Oh. Dit is echt, echt niet normaal, jongens. Daar zijn we weer. 3 uur later, Ruben. Ik heb alleen maar deze auto gezeten. Oh, Ruben is dus gewoon niet meer uit die file gekomen. En mijn vlucht nu gaat dus om 21:45 en het is nu bijna 18:00. En ik zorg gewoon lekker dat ik om 18:00 op Schiphol ben. En dan, als ik op Schiphol ben, dan ben ik safe, jongens. En dan ga ik dus alsnog naar Spanje en mijn oma verrassen. Maar met een kleine vertraging. Poh, dit heb ik nog nooit meegemaakt, jongens. Daar zijn we, jongens, eindelijk. Schiphol. Wat een dag, jongens. Eerst mijn eerste vlucht gemist. En nu ook een uur vertraging. Dus ik vlieg pas om 9:30. Lekker. A few moments later. Na 3 uur lang in de file staan en een uur vertraging, zijn we eindelijk in Spanje. We hebben het gehaald. Taxi. Ik zie een taxi. Is dit taxiservice naar oma verrassen? Yes. Ja. Eindelijk. Ah, top. Hey, maar jullie waren net met oma, toch? Ja. Heeft oma enig idee? Nee. Helemaal niks. Helemaal niks. Heeft ze ook niet gezegd, oh wat jammer dat de jongens niet mee zijn? Nee, ook niet. Nee. Ze heeft het wel vaak al hier. Ze weet dat jullie druk zijn. Ja. Nou ja, ik zei net ook al, oma gaat sowieso reageren. Oh, wat leuk. Oh ja, dat denk ik ook. Maar goed, het is momenteel 1 uur. Bijna 1 uur. En oma ligt waarschijnlijk al lekker te slapen. Dus we gaan... Ik ga ook lekker slapen en dan gaan we morgen lekker wakker worden met het zonnetje als het goed is. En dan gaan we oma eventjes een stukje stalken, denk ik. Even jullie een stukje stalken. En dan gaan we daarna oma verrassen. Dus het wordt een leuke dag morgen, jongens. Tot morgen. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen. Het is momenteel vroeg. En ik ga eventjes een stukje lopen, maar als het goed is gaat mijn oma straks koffie halen. Alleen het ding is, mijn oma kan hier altijd ergens rondlopen, want ze gaat altijd rond een uurtje of 8 gaat ze gewoon lekker een beetje door het stadje heen lopen en over de boulevard. Dus we moeten een beetje uitkijken, maar jongens, ik ben zo benieuwd naar haar reactie. Maar goed jongens, we gaan er zoeken. Nou. Mijn ouders gaan nu eventjes kijken waar mijn oma is, maar ik moet een beetje achter blijven lopen, want mijn oma herkent natuurlijk echt gelijk mijn ouders. Maar als ik met hun loop, dan ziet ze mij ook gelijk. En dat is niet de bedoeling. Maar ze gaan dus nu eventjes kijken of mijn oma nog in haar appartement is. Of dat ze al koffie aan het drinken is. En dan weet ik waar ik heen moet. Mijn oma zit nog in haar appartement. Dus dat is leuk. Ik ga er nu heen lopen en dan kan ik haar daar opwachten. Maar waar gaat ze? Ze komt hier doorheen lopen. Oké, ik sta hier nu te wachten. Maar mijn oma, die woont dus daar. Hier. Oké, ik zit nu achter een auto, maar als het goed is, komt mijn oma er nu aan. Ik ben best zenuwachtig, maar ik hoop niet dat ze me zien, want dan is echt alles verpest.
Daar gaat ze. Ze heeft me niet gezien. Daar gaat ze. Ze heeft niks door. Niks. Daar zit ze. Ze heeft me nog niet gezien. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij zag ze me. Ik hoorde ze zitten al met allemaal andere mensen en ik hoorde ze allemaal lachen. Nee. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik weet ook niet zo goed wat ik nu moet doen. Ik zit best wel riskant hier. Want als ik er langs loop, ziet ze me 100%. Ik kan over het strand lopen hier zo. Maar dan ziet ze me ook. Oké, ik heb een tactiek bedacht. Ik ga dus niet heel dichtbij langs lopen. Maar ze kijkt zeg maar deze kant op. Dus ik ga zo over het strand, dan ziet ze het waarschijnlijk niet. Oké, jongens, ik ga er denk ik gewoon heen. Ik heb het gevoel dat ze al me door heeft. Jan me door, hè? Los je nee, schat. Hé, hey, oma. Je vader zei het. Echt? Ben ik op het trap? Ja, je vader had zien. Oh. Vincent, ik waar. En mama zei, nee, die zit in Dubai. Ik had oma geblokkeerd op Instagram, zodat ze me niet kon zien. Maar blijkbaar heeft ze dus hier ook allemaal vriendinnen die me ook volgen. Voor Janori. Oh, jongens. Ik had dus gewoon oma geblokkeerd op Instagram, zodat ze allemaal stories niet kon zien. Maar ze heeft gewoon te veel vriendinnen hier. Maar had je het verwacht? Nee? Ik denk zo van haar die kleed. Ja, want blijkbaar hadden ze een vriendin al gezegd van, ja, volgens mij is je kleinzoon hier. Ja, maar je geloofde het niet. Nou jongens, ik heb dus oma verrast. Maar blijkbaar, oma heeft heel veel mensen en vriendinnen hier die bij Plus blijkbaar ook volgen. Maar ik had dus oma expres geblokkeerd. Maar blijkbaar zitten de ouderen hier toch op Insta. Natuurlijk, alleen maar. Dus ze wist, zeg maar die vriendin van haar die had gezegd van, volgens mij is je kleinzoon hier. En mijn oma die geloofde dat niet. Nee, ze vond het wel echt heel erg leuk, hè? Ja. Ze vond het echt heel erg leuk. Ik vind het sowieso gezellig. Ja, maar goed. Zij is nu even naar haar vaste Nederlandse clubje hier. Het is echt grappig. Er is een clubje vol met Nederlanders. Wij gaan zwemmen. Ja, en wij gaan lekker zwemmen. Ik ben benieuwd hoe de zee aanvoelt. Kijk eens aan, jongens. Het is alweer avond. En dit is het huisje waar we in slapen. Mijn ouders zitten lekker Expeditie Robinson te kijken daar op de bank. En zij slapen hierboven. Maar het is echt een top. Echt een top appartementje. Hier zo aan de boulevard. En daar is lekker de zee. Maar ik heb dus mijn oma verrast. En ze vond het echt hartstikke leuk. Ze had het totaal niet verwacht. Nou ja, oké, een heel klein beetje. Want ze had een vriendin. En die had al mijn story gezien dat ik in Malaga was. Maar mijn oma geloofde helemaal niet. Want die dacht van, ja, dat kan helemaal niet. Finn is hier helemaal niet. Dus ze had het echt totaal niet verwacht. En ze vond het hartstikke leuk. En we hebben al lekker gegeten gisteren. En we zijn vandaag naar het strand geweest. Dus het is hartstikke leuk hier. Maar vonden jullie dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek je jullie later!